Ah. Nee, dat zal best, ja. Verder wil hij niet in het programma All You Need Is Love komen, want nee. Dat vindt hij Yucky Babby. Wat is daar zo Yucky Babby aan? Ja, een beetje slijmerig, hè? Ja? Ja. Vind je Robert en Brink niet leuk? Nee, en er wordt ook veel voor je gezongen en dan... Vind je niet leuk, hè? Nee. Nee, wij vinden het hier zelf ook niet leuk. Als hij later een grote jongen is, wil hij graag een grote man in een financiële wereld worden, waarbij hij handelen met voorkennis niet uitsluit. Is dat niet tegen de law? Ja, maar je moet toch wat doen, hè? Ja. Dus je wil graag, zeg maar, miljonair worden of zo? Ja, bij voorkeur wel, ja. Voorkeur is toevallig een woord dat ik zelf heel prettig vind. Zeg, luister eens, maar dus handelen met voorkennis, dan moet je dat niet van tevoren gaan zeggen natuurlijk, toch? Nou ja, maar kijk, ik heb geen geheimen. Nee. Nee, zo te zien niet, nee. Nee, nou, hoe dan ook, ik ben het heel blij dat je er bent. Ik ga je succes wensen en wij gaan naar kandidatos numero due. En wie hadden we hier? Dat is Mark van Brakel. Van Brakel is 24 jaar, studeert economie en zit maar liefst in het vijfde jaar. Hij is verliefd op Madonna, nee, Morwenna. Juist, die jaar van de vorige aflevering. Zij deed het zo slecht. Hij heeft volgens zichzelf geen hobby's, maar hij is in tegenstelling tot Veer wel geïnteresseerd in All You Need Is Love. Want hij is daar een keer publiek geweest. Ik dacht u al te herkennen, Van Brakel. Ja, ik heb u zien zitten. Kan dat? Nou, het lijkt me sterk, maar... U heeft niet in het publiek gezeten? Ja, jawel. Ik ben heel even geweest, maar... Ja, goed, we mochten niet dansen, dus dan... Nee. Nou, dan zie je mij ook niet, hè? Nee, logisch niet. Als je gaat winnen, dan weet je al wat je gaat doen, hè, met het geld. Dan ga je dat natellen. Ja. Vertrouw je ons niet? Nou, jou sowieso niet, maar... Nee. En had je nog een vraag aan me? Of houd je wakker? Ja, wat spontaan. Je bent inderdaad reuze vermoeiend, maar ja. Ik heb iets meegenomen. Oh, en wat is dat? Waarom is die muziek weg? Ja, ga door. Dat is jouw pakje, Jan. Ja. Ik heb hier een postertje. Ja, en, jongens, zoom er eens op in, want ik kan het niet lezen. Die moet ik even laten zien van mijn vrienden van de PR-commissie, dus lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Descartes, geen gezeik? Ja, iets niet, Trent. Voor jou is het goed genoeg. Ja, en wat is dit, wat behelst dit? Dit is een poster, Eddie. Ja, die herken ik, schat. Ja. Ja. En waar staat het voor? Dit is een persiflage op de Plastex poster van Serrano in Groningen. Oh. Dat is een wereldberoemde poster van onze vereniging. Ja. Nou ja, goed, die leggen we hier even neer. Ja, nou hij ligt er en je hebt hem laten zien. Ja. Hoe dan ook, leuk. Vriendelijk bedankt voor het laten zien. Ik ga jullie allebei succes wensen en wij gaan naar de allereerste ronde. Als je weet, vallen er in deze ronde maximaal 10 punten per vraag te verdienen. Over naar Fred van de Nieuwsdesk. De herintreding van leraren is met gemengde gevoelens ontvangen. Dat meldde staatssecretaris Adelmunt van het ministerie van Onderwijs. De leraren kunnen niet uit de voeten met de huidige leerstof. Leerlingen klagen erover dat ze u moeten zeggen en geen joints mogen roken in de klas. Volgens Adelmunt bleek uit experimenten dat de eerste lessen van herintreders een ware cultuurschok teweegbrachten. Zo wisten ze zich geen raad met het eerste uur Nintendo-les en het keuzevak Tamagotchi knuffelen. Gebrek aan lei en griffel, kroontjes, pennen en geborduurde inklappen zorgden al voor onrust. Op de herinvoering van lijfstraffen werd door alle betrokken partijen daarentegen enthousiast gereageerd. Staatssecretaris Adelmunt vreest overigens dat met het plan van minister Korthals van Justitie om een zwarte lijst voor pedofielen te introduceren meer dan de helft van de aangemelde herintreders zal afvallen. Tijdens het vak Oud-Hollands wilde een 58-jarige onderwijzer gebruik maken van het leesplankje, maar werd onaangenaam verrast door de jaren 90-versie van het leermiddel. Hij kon niet uit de voeten met aap, noot, mies, wim, bokt, zus, teun, schuurt, gijs en meiden, rok, blouse, uit en slapen. Ik heb mijn nichtje gelukkig altijd op de handen van pedofielen beter te houden. Mijn nichtje vroeg laatst aan haar vader: papa, waar liggen de Malediven? Waarop hij antwoordde: ik weet het niet, meisje. Vraag het maar aan je moeder, die ruimt alles op. Hier, ja, ze kunnen niet allemaal even leuk zijn. Vraag 1. Wel, nu wij het toch over herintreders hebben, welke van deze drie ministers, die ik nu dus ga noemen, is vroeger leraar of lerares geweest? A. Annemarie Jorritsma. B. Tineke Netelenbos. C. Roger van Bokstel. Nou, dat is een makkelijke vraag. Wie gaat die eerste punten wegslepen? Ik denk dat Veer dat doet. 5 punten als het goed is. Netelenbos. Netelenbos. Veer in je kont. Het is goed. De eerste punten zijn binnen. Wij gaan naar het volgende. We gaan van Verkeer en Waterstaat weer terug naar het onderwijs. Want daar ging het hele item natuurlijk over. Hè? Wie was die minister van Verkeer en Waterstaat in het laatste kabinet Lubbers?
Hoe heette ze ook weer, dat enge mokkel? Oh, hoe heette ze? Voor 5 punten, dat weet Veer. Doe maar, kindje. Hanja Maaiweggen. Hanja Maaiweggen. Had je ook zo'n hekelander? Ja, ik vond het een lekker ding. Ja, lekker wijf. Ja. Precies. Was af en toe net een kerel. Trouwens, de eerste minister met een fanclub, hè, in die tijd. Wist je dat? Nou, ik ben ook lid geweest. Ben jij lid geweest van haar fanclub? Ja. Echt waar? Fantastisch. Dat is goed. Nou, daar ben ik zeer tevreden over. Wij gaan naar een geluidsfragment. Dus dat betekent dat de oren even gespitst moeten worden. Dit is het fragment. We don't need no education. Dat is lang geleden. Wel een goede plaat nog steeds. Nou, dat is zo wel voldoende. Hij moet een beetje in de tijd denken. Ik ga natuurlijk niet vragen welke band dit zingt, want dat weet iedereen. Dat is Pink Floyd. Maar hoe heet de film waaruit deze muziek kwam? Dat is weer zo'n moeilijke vraag. Het ligt op het puntje van mijn tong. Wat is het ook weer? Jongens, druk en roep iets. Voor 7 punten is dat dit keer Van Brakel. Ik gok even. The Wall. The Wall. Maar... ja, het zal wel goed zijn, hè? Ja, ja, is ook goed. Je hebt 7 punten binnen. Veer heeft hoeveel punten? Laat eens even zien. Die heeft er 10. En met deze voorlopige tussenstand gaan wij naar het autocue-spel. En het autocue-spel gaan we als eerste spelen met Veer. Van Brakel mag het zo meteen proberen. U bent fan van het programma, Veer? Ja, absoluut. Ja, dus u weet ook zo'n beetje hoe het werkt, hè? Ik heb het gevoel van wel, ja. Ja, dat gevoel heb ik ook. Ik ga eens meekijken met u, want hier komt uw eerste tekst. Een jonge vrouw heeft zich bij de politie beklaagd over haar pumps. Ze is namelijk al 8 keer nagewezen als winkelbediende, terwijl ze een stiekem in haar tas had gedaan. Elke keer als ze de winkel uitliep, begon de sirene te loeien. Op een gegeven moment werd ze in de supermarkt opgepakt en moest naar het kantoortje achterin de winkel. Na zorgvuldig en uitvoerig onderzoek bleek het probleem te zitten in de rechterhak. De superwinkel heeft daar een nieuw paar aangeboden, maar die blijken hetzelfde probleem te hebben. Er schijnt een of ander mysterieus stofje in te zitten dat het alarm afgaat. Op dit moment is er nog geen oplossing voorhanden. Ja, dat is toch moeilijker dan je denkt. Ondanks het feit dat het over een jonge vrouw gaat, hè? Ja. Ja, een jonge vrouw. Overigens, over jonge vrouwen gesproken, ken jij de definitie van een bitch? Van een bitch? De definitie van een bitch? Het zal ongetwijfeld iets met de computer te maken hebben. Zou je wel denken. Weet jij het, Van Brakel? De definitie van een bitch? Nee, geen flauw. De definitie van een bitch is een wijf dat het met iedereen doet, behalve met jou. Ja. Hoeveel had hij er goed? 6 goed, geloof ik, hè? 6 x 5 = 30. Die tellen we erbij op. Kom jij op 40 punten. En met deze voorlopige stand gaan we terug naar Fred. In één klap af zijn van de dopingproblematiek onder topsporters is de inzet van een uitgelekt rapport van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens Anton Geesink van het IOC lopen de kosten van dopingtoezicht te hoog op. Het comité wil nu het gebruik van doping juist verplicht stellen. Uit onderzoek is gebleken dat er nog nooit een wereldrecord is gevestigd zonder het gebruik van PEP-middelen. Zo bevestigde Fanny Blankers-Koen dat haar 4 overwinningen tijdens de Olympische Spelen in 1948 zijn gelopen onder invloed van de door haarzelf gemaakte paddo-stoelensoep. Atleten die vanwege dopinggebruik zijn gedisqualificeerd worden in ere hersteld en krijgen hun wereldrecords weer terug. De voor het leven geschorste Ben Johnson heeft binnenkort het wereldrecord op 100 meter weer op zijn naam staan. De Olympische Spelen in Sydney in het jaar 2000 hebben de primeur 10 kamp voor allesgebruikers en het intraveneuze cocktail triathlon. Vervelende bijwerking is het extreem snel groeien van nagels. Keith Richards heeft zich inmiddels aangemeld bij de Engelse sprintploeg voor het onderdeel 200 meter speed lopen. In het geheim werkt het Nederlandse NOC-NSF nu aan een nieuwe Olympische ploeg. Herman Brood zal de jeugd begeleiden bij internationale wedstrijden en het zetten van shots. Ja, zo is het ook. De nationale junkie Herman Brood. We gaan terug naar de Olympische Spelen van dit jaar in Nagano. Nagano, u weet vast nog wel al die heisa over een nieuw lid van het IOC. Wie was dat eigenlijk? Wie was dat nieuwe lid van het IOC? Een vrij gerenommeerd figuur. Wie drukt daar? Veer. Prins Willem-Alexander. Prins Willem-Alexander. Wat denk je zelf? Ik ben het eigenlijk wel zeker. Ja, precies. Punten komen er gewoon bij, hoor. Mooi. Het kostte wat voorzitters en scheldpartijen als jij Judas, maar uiteindelijk is hij dan aangenomen. Hoe dan ook. Vraag 2. Welke bekende Franse wielerploeg werd op verdenking van EPO-dopinggebruik 's ochtends vroeg uit bed gelicht? Welke bekende Franse wielerploeg was dat? Oeh,
Vijf punten als het goed is voor Van Brakel. Festina. Festina Groep is dat. Punten komen er gewoon bij, hoor. Ja, zoals u net hoorde is de cocktail triathlon in de maak. Maar er zijn natuurlijk nog honderden andere cocktails. Vraag 3. Hoe heet bijvoorbeeld de drank der Olympische goden? Hoe noem je dat? 1 woord. De drank der Olympische goden. Wie drukt daar als eerste? Voor 7 punten. Het lijkt me een gok voor Veer. Red Bull. Red Bull. Ja, geef je wel vreugdjes. Ik vind hem leuk, maar het is niet goed. Tijd loopt door nu van Brakel. Gaat hij gokken? Voor 1 punt. Olympus. Olympus. Fantastisch. Was bijna goed geweest. Dat is nectar. Ja, dat had je even moeten weten, hè? Hoe is het met de stand? Een voorlopige tussenstand voor we naar de volgende ronde gaan. 11 punten voor Van Brakel. Veer heeft inmiddels 44. Met deze stand gaan we naar de volgende ronde. Geen 10, maar 20 punten nu per goed antwoord. Fred, de eer aan u. RTL 4 komt met een serie ludieke programma's om de vaste kijkers terug te winnen. Dat zegt programmadirecteur Bert van der Veer. Volgens de televisieguru haken veel kijkers af doordat de huidige programma's te diepgaand zijn. De zender probeert de dalende kijkcijfers een halt toe te roepen onder het motto: hoe saaier, hoe fraaier. Een veelgehoorde klacht van de kijkers is dat ze nu moeten nadenken om de programma's te begrijpen. Men liet massaal weten zich te storen aan de nieuwe programmering. Tijdens een bijeenkomst van vaste kijkers liepen de emoties hoog op. Vroeger werden we nooit belemmerd tijdens bridgeavondjes door diepgaande programma's. Nu verstoren de uitzendingen ons gezellig samen zijn, zei meneer Boersma. Bert van der Veer liet via de persdienst weten terug te stappen naar saaie televisie. Hij denkt aan nieuwe programma's zoals een 7-delige serie van Het seksleven van Jaap van Meekeren, Live afvallen met Wim Bosboom en integrale uitzendingen van 24 uur in bad met Katrine. Ook Seth Gaikema is benaderd voor een slaapverwekkend programma. Van der Veer heeft laten weten dat hem er alles aan is gelegen om RTL 4 weer op de rails te krijgen. Hij heeft gedreigd zelf op de buis te verschijnen. Het idee is er al. Een erotisch marathonprogramma met als titel Keer op keer met Van der Veer. Ja, dat lijkt me een goed idee, ja. Hier komt vraag 1, jongens. Zoals u weet bestaat RTL 4 al een hele tijd. Maar waar staat de afkorting RTL eigenlijk voor? Hoe later je drukt, hoe meer punten. Maar wie durft die spanning... 8 punten nu, als het goed is, door Veer. Radio, televisie, Luxemburg. Nou zeg, heel erg goed. Ja, ik ben onder indruk. Mooi. Ja, RTL 4 staat voornamelijk bekend om haar naar andere zenders weggerende supersterren en haar dagelijkse soaps. Vraag 2. Welke Amerikaanse soaps zendt RTL 4 dagelijks uit? Ik zal u een hint geven. Het zijn er 3. Ik noem er 2. Bold and the Beautiful en As the World Turns. Aan u de vraag, welke is nou de 3e? Nou, dit is zo'n supermakkelijke vraag dat je die gewoon moet weten. Maar hij is te laat, want Veer wil de drukken. Van Brakel doet het sneller. Santa Barbara. Santa Barbara of zo. Inderdaad. Dat of zo halen we eruit en dan is hij helemaal goed. Veer, die was te laat, hè? Ja. Ja. Vormvlies. Ja, 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 het doet wel stoer, maar bent u ook stoer? Nee, helemaal niet. Nee? Het is allemaal schijn. Het is allemaal schijn, hè? Ja. 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 En soms dan weten die soapsterren ze van gekkigheid niet meer wat ze met hun vrije tijd moeten doen, staat hier in mijn tekst. En dan gaat ze maar zingen, of zo. Zo ook deze Adonis uit de 3 vaderlandse soaps, Onderweg naar Morgen, Goudkust en GTST. Jongens, laat die beter maar even lopen, hoor. Ben benieuwd. Filmpje. Nou, dat ziet er goed uit, hè? Ja, lekker. Ja. Nou, ik geloof dat we al gezien hebben. Ik ga hier de vraag bij stellen. Hier komt de vraag. Ze kunnen niet echt zingen, maar goed, toch in een clip. Hoe heet deze jongensgroep? Nou, daar kijk je voor je plezier naar. Is als een intrede. 8 punten. Wie was er het snelste? Veer. For Fun. Ja. Ben je fan van ze? Nee, mijn vriendin wel. Ja? Ja? Van Brakel, ben jij fan van ze? Ja, wat denk jij? Ik denk het wel. Absoluut, absoluut. Ja? Ja. Laten we eens gaan aan een tussenstandje gaan. 21 punten voor Van Brakel. Veer doet het beter, want die heeft er 60. Maar Van Brakel heeft natuurlijk nog het autocue-spel. Te goed. Toch? Daar gaan we nu naartoe. Ja, Van Brakel. Wat zei jij, Veer? Nou, het autocue-spel, hè? Ja, dat zeg ik. Ja. Ja. Voor Van Brakel, u weet het, hè? U krijgt een stukje tekst te zien met 8 gaten daarin. Die moet u opvullen. Gaat dat lukken? Ik ben benieuwd. Als ik u wakker hou, moet u het gewoon zeggen, hè? Ja, dat... Ja, hier komt uw tekst. Binnenkort lopen heksen, piraten, elfjes en nog andere stripfiguren los rond in Los Angeles. Disney heeft besloten de richtlijnen voor het dragen
van kleding minder streng te maken. Ze mogen nu al uitgetrokken worden. Nou, thuis worden aangetrokken. Prima. Alleen Donald Duck, Mickey Mouse en Sneeuwwitje hebben een verbod opgelegd gekregen. Verwacht wordt dat de stripfiguren nu al in de straten van L.A. begint. Lagere stripfiguren worden gewaarschuwd voor opstandige leerlingen. Er wordt dan ook aangeraden om deuren en ramen gesloten te houden in verband met paradegevaar. De politie zet extra mensen in om losbrekende leerlingen tegen te houden. Er wordt gevreesd voor het nadoen van de Disney-figuren. Ja, over Disney-figuren gesproken. Wat heeft 2 tieten en 14 ballen? Ja, jouw vrouw? Heeft zich een leuke grap, ja. 2 tieten en 14 ballen. Nee, Sneeuwwitje en 7 dwergen. We gaan eens kijken. Je hebt 3 goed. Ja, je hoeft het niet leuk te vinden, kindje. 3 goed valt een beetje tegen. Wat dat betreft doet Veer het beter. Dat is 15 punten. Zijn die er alweer opgeteld? Die zijn er alweer opgeteld. Kom jij op 36. Veer heeft er 60. Die doet het dus, wat ik al zei, aanmerkelijk beter. Ga even bouten. Tot zo, na de reclame. We zijn weer terug. We gaan naar Fred. Praat over condooms. Gezamenlijke condoomfabrikanten hebben de aanval geopend op het tegenvallend gebruik van hun product. Uit onderzoek bleek dat veel Nederlanders het zonder het rubber doen. Om daar verandering in te brengen, bundelen de fabrikanten hun krachten in de reclamecampagne. Snacks kun je overal krijgen, condooms trouwens ook. Er wordt druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe fantasiecondooms om het gebruiken van te stimuleren. Volgens projectmanager K. Pot worden typisch Nederlandse smaken als zuurkool met spek, haring met uitjes en shawarma met knoflooksaus spoedig gelanceerd. Pot verwacht een hernieuwde interesse voor de voorbehoedsmiddelen. Binnenkort kunnen mensen de nieuwe smaakcondooms gewoon uit de muur trekken, zei Pot. Als snack voor de lekkere trek. Ook wordt een nieuwe lijn doe-het-zelf condooms verwacht om de verkoopcijfers op te krikken. Voorbeelden daarvan zijn het knetter en het kraskapotje en het toverrubber. Het groen, rood, geel, nu is hij weer rood condoom. Het oud-Hollandse kippensoepcondoom blijkt nu al favoriet. Hij smaakt naar kip met weinig vlieguren. De slierte nepvermicelli brengen de gebruiker nog eens extra in extase. De meeste nieuwe condooms hebben een productienummer nu aan het einde van de condoom staan. Veer, heb je enig idee uit hoeveel cijfers dat bestaat? Geen idee. Nee, dat komt waarschijnlijk omdat jij hem nooit ver genoeg hoeft af te rollen. Hier komt vraag 1. Maar je hebt ook opgerolde haringen in zuur. Dat is de vraag. Hoe heten die dingen nou ook weer? Nou, daar hebben we over nagedacht op de redactie over die vraag. Hoe heten haringen met uitjes ook weer? Ja, het wordt gedrukt nu door Van Brakel. Rolmops. Ja, rolmops. Die heb je zomaar goed. Probeer er niet te vrolijk bij te kijken. Vraag 2. Je hoorde net de slogan van de condoomfabrikanten om de condoomverkoop te stimuleren. De echte slogan is natuurlijk SOA's. Zijn overal verkrijgbaar. Condooms trouwens ook. Waar staat SOA eigenlijk voor? Degene die dat weet, dat zegt gelijk wel heel erg veel over jezelf. 8 voor 6 punten is het natuurlijk, Veer. Seksueel overdraagbare aandoening. Ja. Heb je wel eens een seksueel overdraagbare aandoening gehad? Nee. Nee? Echt niet? Ik weet het zeker. Nooit is iets van een klein dingetje opgelopen? Nee. Nee, echt dat niet. Zal wel niet. Nee, nee. Weet je wat het verschil is tussen echte liefde en herpes bijvoorbeeld? Nou, het schijnt een condoom te zijn, maar... Nee, herpes is voor altijd. Wij gaan naar de volgende, vraag 3. Van SOA's dus naar seks. Dat is maar een klein stapje. In welk land heeft men volgens een recent Durex-onderzoek het meest aantal keren seks per jaar? In welk land gaan emigreren? Welk land is dat? Is dat Van Brakel die er als eerste drukt? Ja, inderdaad, voor 8 punten. Frankrijk. Ja, La France. Daar doen ze net het vaakste. Ja, precies. Ja. Wat spreekt vloeiend Frans en neukt als een tijger? Jij. Precies. Moi. Einde van deze tweede ronde. Tussenstand. Zet hem eens voor. 52 punten voor Van Brakel. Veer heeft er 66. Lekker dicht bij elkaar met deze stand. Gaan wij naar de volgende ronde. Precies, en de derde ronde is de zogeheten krantenkoppenronde. Nou, dat is altijd mijn favoriete ronde. Vind ik altijd hartstikke leuk. Met krantenkoppen, ben benieuwd. 20 punten voor elk goed antwoord. Daar komt de allereerste krantenkop aan voor jullie. Ik wens jullie allebei succes. De eerste, dat is deze. Hooglopend ruzie over intocht Viagra-pil. Dat is niet goed. Wie drukt er als eerste? Veer en hij roept... Sinterklaas. Sinterklaas, is dat goed?
Natuurlijk, Sinterklaas, wie kent hem niet? Heel goed. Krantenkop 2, dat is deze. Rusland, wodka in plaats van seks. Ook dat is niet goed. Van Brakel door een poging te drukken, dat lukt en hij roept... Loon dus. Loon. Nou ja, is niet het woord dat we zoeken, het spijt me. Nee, ik wil het juiste woord horen. Ik ga een hint geven nu voor Veer, die hoeft niet te drukken. De hint is namelijk loon. Salaris. Salaris. Kijk eens aan. Goed zo. Zo gaat het niet op, hè? Nee, Van Brakel. Maar je lacht en dat is winst. Ja. Ja, natuurlijk. Mooie tanden. De volgende krantenkop, dat is deze. Puntje, puntje, verveelde olifant. Wat verveelde die olifant nou ook alweer? Puntje, puntje, voor verveelde olifant. Niemand die dat weet, ik ga daar maar een hint geven, denk ik. Oefening voor de geest. En wie drukt daar als eerste voor 20 punten als het goed is? Hersenoefeningen. Nou, we gaan eens kijken. Ik reken hem goed, hoor. Ja, hersengymnastiek oefeningen zeker voor verveelde olifant. Zeker. Hoe is de stand? 72 nu voor Van Brakel en 106 voor Veer. Wat een spannende tijd. Wat een spannende tijd. We gaan naar de volgende krantenkop. Dat is deze. Puntje, puntje, rekent af met urinegeur. Kruidenbeltje? Nee, dat is niet goed. Wat moet dat wel zijn? Wie durft dat te drukken? Als ga ik zo meteen een hint geven. Wat betekent dat? Ik ga een hint geven. Daar komt hij. Engels voor het woord spuiten. Nou, dat zullen jullie wel weten. Wie is daar de eerste? Veer en hij roept... Spray. Tuurlijk. Have a nice spray. Daar komt de laatste krantenkop alweer. De vijfde. Dat is deze. Amerikanen zien Trip als wrakzuchtige sloerie. Nee, dat moet iets anders zijn. Wat moet dat wel zijn? Geen idee. Ik ga een hint geven. Sprookjesfiguur op bezemsteel. Ja, natuurlijk. Veer, wat is dat? Een heks. Ja, weet je waarom een heks niet op een geen onderbroekje draagt als ze op die steel zit? Geen idee. Dan zit ze wat steviger op de grond. Ja, is dat, dat was het einde van deze ronde. Brengt ons dan alweer aan de stand voordat we naar de finale gaan. Ach, wat spijtig is dat. Dat is deze stand. 72 punten nu voor Van Brakel. En Veer heeft gewonnen met 146 punten onze finalist. Haha, fantastisch. Ik vind hem wel iets hebben van Pieter van Vollenhoven. Dank je. Alsjeblieft, als een inkoppertje, neem me niet kwalijk. Je mag mij ook gewoon aanvallen, hè? Dat weet je, hè? Ja. Ja. We hebben hier achter het Metropoolorkest zitten. Ik zeg, jongens, kunnen jullie wat spelen? Dat zit er niet voor niks te doen. Zo de meter. De muziek draait, dat betekent Van Brakel dat we afscheid gaan nemen. Ik zou zeggen, staat u maar eens op, laat u maar eens kijken wat u in huis heeft. Nou, dat ziet er goed uit. Weg naar de ijskast die gevuld is met een sausenkwartet. Pasta, bovenkurken, lollies, sladressing, negerzoenen, wie wil dat niet? Een gigaverpakking thee, een doos gevulde koeken, een negerverpakking lange vingers. Wat gaat hij kiezen? Doe maar, wat is dat? Hou eens op camera. Ja, ik zie hem, ja. Nou, dat stopt de muziek, dat ziet er goed uit. Dat is pasta, is dat? Is dat inderdaad pasta? Het is een beetje afgeplakt, maar ik gok van wel. Ja, het is pasta. Nou, het zou wel chocoladepasta zijn. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ja. Vond je het leuk? Ja, apart. Nou, nauwelijks genuanceerd genoemd. Ik vond het leuk dat je er was. Ja. Dankjewel. En wij gaan naar de finale met Veer. En die heeft er zin in, hè? Ja, ik ben helemaal klaar voor. Ja, maar we doen eerst even de finale. U beantwoordt zometeen vragen over de actualiteit van de afgelopen weken. U heeft 60 seconden om de vragen te beantwoorden. Ieder goed antwoord levert u 500 pieterbazen op. Bij een fout of geen antwoord verliest u alles wat u heeft verdiend. U heeft 3 seconden de tijd om een antwoord te geven. Geen antwoord is fout antwoord. Duidelijk? Heel duidelijk. Goed zo. Concentreer u nu, want het gaat om cent. De tijd gaat lopen als ik de eerste vraag heb gesteld. Sterkte. Vraag 1. Tegen welke platenketen heeft de KVB 3 jaar lang geprocedeerd... in verband met prijzen, verkoopprijzen? Arcade. Nee, is niet goed. Free Record Shop. In welk land heeft Hans van Dam 7 jaar gevangen gezeten... wegens hashsmokkel? Singapore. Nee, India. Voor welk zenuwgas had de Bijlmer verongelukte El Al Boeing 240 kilo grondstof aan boord? Die MMP. Saringas. Is niet goed. Vraag 4. Wat is de naam van de Brabantse bokser die heeft gezegd... nooit meer te zullen boksen in Nederland? Eddie Smulders. Goed zo. Van welk oud Formule 1-coureur bracht de helm op een veiling 37.000 pond op? Ayrton Senna. Ja, is goed. Op welke datum wil Yasser Arafat de Palestijnse staat uitroepen? Roep iets. Valentijnsdag. Nee, 4 mei 1999. Sorry. Wie is de opvolger van Louis Tobak, minister van Binnenlandse Zaken? Geen idee. Bosje is dat. In welk Europees land betaalt de bevolking het meest aan belasting en sociale premies volgens onderzoek? Zweden. Ja, goed. Hoe heet de nieuwe premier van Albanië? Geen idee. Maiko, wat is de hoofdstad van Peru? Lima. Goed. Welke minister uit het huidige kabinet is volgens een recent NIPO-onderzoek bij de Nederlandse bevolking bekendst? Bekende man. Geen idee. Geen idee. Kok. Welk bekend Drents racecircuit wordt de komende 2 winters gerenoveerd? Assen. Goed. Welke Nederlandse 6-koppige meidengroep heeft na 10 jaar een dubbel CD uitgebracht? De Dolly Dots. Dolly Dots. Hij is goed. Natuurlijk. Hier komt de laatste vraag. Hoeveel weken? Dat is helaas na de tijd. Die vraag mag u niet meer stellen.